Hey, dit is Stefan van wetenschapschool.nl. Hier een modelleerfilmpje over de worp. In het rechtermodel dat we hier zien, wordt de beweging van een steen beschreven die onder een bepaalde hoek wordt afgeschoten. Voor het gemak is de wrijvingskracht verwaarloosd. Nou, dit model is net iets anders dan de modellen die we eerder hebben gezien. Normaal gesproken hadden we hier een x, een positie en dan hier een tijd t. Maar in dit geval gaan we een worp onder een hoek afschieten en we gaan daarom ook een tweedimensionale beweging krijgen. Dus in dit geval zetten we op deze as de x-coördinaat en op deze as de y-coördinaat. Laten we even beginnen met de startwaardes. Laten we bijvoorbeeld de steen met een snelheid v van 8 meter per seconde wegschieten. Dan is de totale snelheid v dus gelijk aan 8. En laten we het voorwerp wegschieten onder een hoek van 45 graden. En ik heb de hoek in dit model even de h genoemd van hoek. Normaal gesproken gebruiken we het voor de alfa of de theta of zoiets dergelijks. Maar in dit geval, omdat het in een programma wat ingewikkeld is, heb ik gewoon de letter h van hoek gebruikt. Nou, in de startwaarde gaan we die totale snelheid v ook alvast ontbinden in de vx en vy component. Dat is de beginsnelheid in de x-richting en de beginsnelheid in de y-richting. Nou, hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen met behulp van de sinus en de cosinus. Hier zien we de totale snelheid waarmee het voorwerp onder die hoek wordt afgeschoten. Ik heb hier wel even alfa gebruikt als de hoek, zoals gebruikelijk is. En met een parallelogram gaan we die v dan ontbinden in vx en vy, de x-component en de y-component. En dat zal zo meteen duidelijk worden waarom we dat gaan doen. Nou, wat krijgen we dan? Als we de sinus nemen, dat is de overstaande zijde. Dus als we dit driehoekje bekijken, is dat de overstaande zijde, dat is gelijk aan vi, die zien we hier. Gedeeld door de schuine zijde, en dat is gewoon de totale snelheid v, die staat daar. En voor de cosinus wordt het de aanliggende, vx, gedeeld door de schuine v. En als we deze formules omschrijven, dan vinden we deze formules. Dus vx is v keer cosinus alfa, hebben we hier een haartje voor gebruikt. En vi is v keer sinus alfa. Hebben we wederom een haartje hiervoor gebruikt. Nou, dan gaan we kijken naar de modelregels. De zwaartekracht die werkt alleen in de verticale richting en voor de rest hebben we geen krachten, want de wrijvingskracht hebben we verwaarloosd. Dat betekent dus dat de kracht ervoor gaat zorgen dat alleen vi gaat veranderen. Dus alleen de snelheid in de y-richting gaat veranderen, terwijl de snelheid in de x-richting constant blijft. Want er werkt helemaal geen horizontale kracht, dus geen kracht in de x-richting. Vandaar dat je in dit model ook geen regel ziet waarbij vx wordt aangepast. We zien hier wel dus een regel waarbij vi wordt aangepast op de gebruikelijke manier. Met plus de versnelling keer dt. En de versnelling is nu gewoon g natuurlijk, omdat we alleen de zwaartekracht hebben. En vx, daar hoeven we niks mee te doen, want die blijft dus constant. Nou, dan hebben we twee regeltjes waarmee we dan de x en de y telkens veranderen. Dit is natuurlijk de gebruikelijke regel. Normaal staat er x is x plus v keer delta t. Maar nu wordt dat vx keer delta t. Dus de snelheid in de x-richting. En hier wordt de y veranderd met behulp van de snelheid in de y-richting. Nou, nog een laatste aanvulling. Stel dat we willen dat de grafiek stopt op zijn hoogste punt. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, rond dit hoogste punt wordt vi, de snelheid in de y-richting, van positief, hij gaat hier namelijk nog omhoog, naar negatief. Dat is het moment dat hij weer naar beneden gaat. We kunnen daarom met deze als-dan-stelling zorgen dat die grafiek op zijn hoogste punt stopt. Er staat hier, als vi, de snelheid in de y-richting, voor het eerst onder de nul komt, dan moet die grafiek direct stoppen. Let erop dat je iets soortgelijks niet voor vx kan doen, want vx is hier helemaal niet nul. Hij gaat namelijk hier nog steeds naar rechts en dat blijft ook zo doorgaan. In een eerdere slide hadden we zelfs gezegd dat vx de hele tijd constant blijft tijdens de hele beweging. Maar we gaan dus specifiek die vi gebruiken, dat dus in de verticale richting hij even stilstaat. Hij heeft zijn hoogste punt bereikt en daarmee kunnen we hem laten stoppen hier op dat hoogste punt. Ik zie je in het volgende filmpje.